Hallo allemaal, ik ben Otto Oeme. In twee vorige filmpjes liet ik zien hoe je een Gmail-account of een Telenet-account toevoegt aan de mail-app op een iPhone. Maar hoe verwijder je die nu? Hoe verwijder je een Gmail-account of een Telenet-account van de mail-app van je iPhone of iPad? Ik open mijn mail-app en ik wil Gmail en Telenet account verwijderen op die mail app. Dit is alleen een postbus verwijderen op je iPhone. Je verwijdert dus niet Gmail op Google en je verwijdert ook niet je Telenet e-mail bij Telenet. Hoe gaan we te werk? Je opent instellingen. Je gaat naar wachtwoorden en accounts. Je klikt op Gmail. En je klikt op verwijder account. Klik hier nogmaals op verwijder account. Verwijderen. En je ziet, het is hier verwijderd. Gaan we nu kijken in de mail app. Je klikt hier. Dan zie je dat het Gmail account weg is. Nu nog even Telenet verwijderen. Dus we gaan naar instellingen. We gaan naar wachtwoorden en accounts. Je klikt op Telenet. Je klikt op verwijder account. Klikt hier nogmaals, verwijder account. Alleen je iCloud staat er. We gaan naar de mail app en hier zie je dat de Telenet account en de Gmail account verwijderd zijn. Dit inkomend is alleen van je iCloud account. Je ziet mijn e-mail account van Telenet en hier zie je mijn Gmail account. Deze zijn niet verwijderd. Dus je hebt nog altijd je e-mail Telenet en je e-mail van Gmail. Je hebt alleen de accounts verwijderd op de mail-app van je iPhone. Geef me een vette duim omhoog. Abonneer je gratis op mijn kanaal. Zet ook het belletje aan. Help me zo snel mogelijk de 1000 abonnees te bereiken. Of meer natuurlijk. Deel dit filmpje met je vrienden. En laat ook wat commentaar achter onder het filmpje. Dag!